Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting, van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven. Goedemorgen, wij gaan nu met God praten, als het mogelijk is, daar waar u bent. Sta op, sluit uw ogen en u gaat de dienst volgen, alsof u in de kerk was. Wij zullen nu met God praten. Natuurlijk, als u aan de dienst deelneemt vanuit een ziekenhuis en u ligt op een bed, is er geen probleem. Wij gaan nu onze gedachten richten op de zekerheid dat God hier is met ons, maar ook daar waar u de dienst volgt met geloof. Kunt u uw ogen sluiten om te bidden? Doe het dan in Jezus' naam. Wij gaan met God praten. In de naam van de Heer Jezus Christus. Komen wij in uw aanwezigheid deze zondagochtend nog een keer, nog een dag die u aan ons gaf, omdat als wij leven, komt dat uit het feit dat u ons het leven gaf. Maar mijn God, er zijn mensen die ondanks het feit dat zij leven, huilen ze, lijden ze, hebben ze pijn, een innerlijke leed, depressie, van hoop, onrust. Er zijn mensen die niet weten wat te doen, omdat hun problemen zo groot zijn geweest. Maar zoals de psalmist zei, wij heffen onze ogen op. En wij kijken naar de bergen. Natuurlijk, daar in Israël zijn er veel bergen. Hier in Nederland niet. Zijn er bijna geen bergen. Maar toen de psalmist naar de bergen keek, dacht hij, de God die alles schiep, is degene die mij zal redden. De Heer die ik dien, de Heer van de hemel en van de aarde, de Schepper. Mijn God, u schiep alles wat er bestaat door uw woord, het licht, het leven, de dieren, de natuur, de hemel, de sterren, de zon, de bomen, de bloemen, de rivieren, de zeeën, de meren, alles. U schiep alles. En voor u was het alleen maar een kwestie van praten. En zo is het gebeurd. Dus één woord dat u stuurt is zeker genoeg
om een nieuwe richting te geven aan het leven van deze persoon die niet meer weet wat te doen. Mijn God, kijk naar het leed, kijk naar de tranen. Kijk naar de teleurstelling van deze persoon die iets verwachtte in zijn leven en wat hij heeft bereikt. Precies het tegenovergestelde is. En nu ligt zij te huilen, te klagen, te lijden. Maar vandaag keert deze persoon zich tot u. En hij weet dat u degene bent die de hemel en aarde schiep. En hij vraagt u om hulp. Er zijn anderen hier die niet eens zeker weten of u bestaat. Maar ze voelen zich zo wanhopig dat zij u zoeken en zeggen: Heer, als u bestaat, geef mij een teken. Als u bestaat, raak mij aan. Als u bestaat, doe iets gebeuren in mijn leven. In mijn familie. In mijn gezondheid. Dus mijn God, stuur uw macht naar dit huis. Stuur uw macht naar dit gezin. Stuur uw macht, mijn God, naar de plaats waar deze persoon ligt, staat of zit. Deze dienst te volgen. Penetreer uw macht in dit lichaam dat ziek is, dat verzwakt werd door een ziekte, dat verzwakt werd door een virus, dat verzwakt werd door een gezondheidsprobleem. En laat dit lichaam herstellen, omdat u God bent. Ja, u bent geen theorie. U bent geen verhaal, u bent geen religie, u bent God en uw woorden zijn geest en leven. Dus penetreer in dit lichaam vandaag en geef leven aan deze persoon die lijdt. Geef leven aan deze persoon die op niemand anders kan vertrouwen, alleen op u. En kom om hem, om haar vandaag te helpen. In de naam van Jezus Christus. Amen, God. Manifesteer uw macht en herstel deze levens. Ja, hoor het gebed van wie voor de familieleden bidt op dit moment. Bezoek de familieleden die in een ziekenhuis liggen, maar ook degene die thuis zijn of die in een andere provincie van Nederland wonen, of zelfs in een ander land in Europa, of zelfs in een ander continent, maar die de hulp van u nodig hebben. Voor u bestaan er geen grenzen, geen afstanden. Er bestaat geen plaats die voor u niet bereikbaar is. Of te ver weg is. Nee, dat bestaat niet. Dus mijn God, stuur uw engelen naar de plaats waar de familieleden zijn. En raak hun aan. Geef mijn God de hoop aan deze persoon die geen hoop meer had. In de naam van Jezus Christus, zegen alle projecten hier. De projecten die deze persoon had voor deze crisis. En die met deze crisis moeilijker werden. Of tenminste moeilijker leken. Maar voor u bestaat er geen moeilijkheid. Voor u bestaat er geen beperking. Voor u bestaat er geen probleem. En van de problemen maakt u een kans. Dus de problemen die deze mensen vandaag meemaken zijn een kans, een gelegenheid om iets groots te bereiken. Als wij geen problemen hadden gehad, zouden wij nooit tot u gekomen zijn. Mijn God, hoor ons gebed en antwoord het gebed van deze mensen. Laat er genezing worden. Laat er vrede komen. Laat er herstel
plaatsvinden in dit gezin, in dit lichaam, in dit leven. Wordt u gezond gemaakt als u het water daar bij u heeft. Dat u altijd zegent, dat wij altijd zegenen tijdens de dienst op zondag. Dan wordt dat water gezegend. Ja, in Jezus' naam zegenen wij dat water. Zodat op het moment dat u daarvan drinkt, dat u vervuld wordt met kracht. Wilt u daarvan drinken, dan drink dan. Dan kunt u het nu drinken. Wilt u het bewaren om het te geven aan iemand anders? Geen probleem, maar wordt gezond gemaakt. Wordt hersteld, wordt vrij. Wordt genezen in Jezus' naam. God zegent uw familie nu. God zegent uw projecten. Die rechtvaardig zijn, die correct zijn. Dus wordt gezegend op dit moment. Mijn Heer. Als u ons niet helpt, zal niemand in staat zijn om ons te helpen. Maar u helpt ons. U helpt deze persoon. Beste vriend, u bent niet alleen. God is daar met u. Ja, God is daar dicht bij u. God raakt u aan. God herstelt uw leven. God geeft u de kracht om een nieuw leven te bereiken. Amen. En God zij dank. Amen. Heel goed. U kunt gaan zitten. God zij dank, beste vrienden. God is daar met u. En weet u wat zo mooi is van God? Van de God over de God die wij dienen. Het maakt niet uit wat u deed. Het maakt niet uit wie u bent geweest, wat u heeft gedaan in het verleden. God kijkt er niet naar. Zodra er een beslissing genomen wordt om zich tot hem te keren. Dus stel u zich voor dat een echt slecht persoon, die zoveel slechte acties ondernam, de keuze maakt, de beslissing neemt om te veranderen. En hij keert zich tot God en hij zegt, Heer, vergeef mij, ik wil opnieuw beginnen. En als de persoon het op een eerlijke manier doet, met de vastberadenheid om te veranderen, dan accepteert God die persoon en hij is klaar om dat leven te veranderen. En om zijn geest te geven aan die persoon die ervoor zal zorgen dat zijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn. En God wil dat in het leven van u doen, beste vriend, beste vriendin, die dat nodig heeft. Dit is een aflevering van Hoop en leven. Wat houdt de liefde in? Wat betekent om iemand lief te hebben? Om van iemand te houden? Zeggen, ik hou van hem, ik hou van haar, ik heb hem lief. Is dat zo, ik heb haar lief? Natuurlijk niet. De liefde bestaat uit wat u doet voor de persoon. U heeft de persoon lief, dan gaat u ervoor zorgen dat u hem behaagt, dat u haar behaagt, dat u voor hem zorgt. Zelfs als u geen zin heeft om dat te doen. Vaak zijn er dingen die wij geen zin hebben om ze te doen, maar we gaan en we doen ze uit liefde. Toch? Dat is de liefde. De liefde is toewijding, de liefde is de persoon willen behagen, de liefde is dicht bij de persoon willen zijn. De liefde is voor de persoon zorgen. Hetzelfde gebeurt met het geloof. Dus als u geloof heeft, werkelijk geloof, dan betekent dat dat u God wilt behagen, dat u God wilt zoeken, dat u een compromis met hem wilt hebben, dat u een bepaalde gemeenschap met hem wilt hebben. Dus u wilt een relatie met hem hebben.
Hem zoeken. Hem tot hem gaan. Bidden. Kijk, het heeft niets te maken met gevoelens. Nog een keer, soms hebben wij geen zin om te bidden, om iets te doen dat correct is. Maar wij doen het toch wel, omdat wij weten dat dat God behaagt, vanwege het geloof. Duidelijk, dus investeer in uw geloof, omdat u gezegend werd. Wij werden gezegend tijdens deze dienst, maar omdat wij God zochten. Maar wij moeten God blijven zoeken. God wil niet dat u die hem dient, een leven van armoede leidt. Als iemand mij vraagt, ja, maar wacht even. Wat is het belangrijkste? Het fysieke leven of het eeuwige leven? Natuurlijk, beste vriend. Als wij moesten kiezen tussen behouden worden en voor eeuwig met God leven, of rijk zijn, ik zou niet eens nadenken. Ik zou arm willen zijn om behouden te worden. Als het zo was. Maar het punt is dat arm of rijk zijn niets te maken heeft met behouden zijn. Dat idee is fout dat de armen met God zijn en de rijken niet. Er zijn mensen die zo denken. Natuurlijk is het moeilijker voor iemand die van alles heeft om nederig te zijn om God te zoeken. Dat is het punt. Maar hoeveel mannen van God, vrouwen van God in de Bijbel staan, dus zijn hun verhaal, die voorspoedig werden. Abraham, de vader van het geloof. Gideon was arm. En hij sprak met God over zijn armoede en de armoede van Israël. Omdat hij dacht, hoe kan dat? God is met ons, onze vijanden, zijn rijk en wij zijn arm. En God gaf aan Gideon zijn geest, zijn begeleiding. En Gideon overwon de vijanden, versloeg de vijanden. En hij werd voorspoedig. En Israël ook toen, in zijn tijd. Ziet u, God wil het best aan u geven. Maar eerst dienen wij trouw te zijn aan hem. Daarom de tiende. Het is niet dat wij de rijkdom, de voorspoed van God kopen met geld. Ah, dus ik ga mijn geld geven, mijn tiende, mijn offerande, en ik kocht de zegen van God. Dat is fout. Dat is een leugen. De persoon kan al zijn geld geven in de kerk, maar als hij geen compromis heeft van trouwheid, van God dienen, dan zal de persoon God niet behagen. Het gaat niet om geld, maar het gaat om prioriteiten. Het gaat om geloof, het gaat om toewijding. Het is hetzelfde dat, ik sprak over de liefde, ik ben getrouwd, of u die getrouwd bent, u die in een relatie zit. Is het genoeg dat de man, of de vrouw, dus de man in dit geval, al zijn salaris. Dus stel je zich voor dat ik in één maand geheel mijn geld, alles wat ik verdien, wat ik heb, neem. En ik geef het als een cadeau aan mijn vrouw. Maar ik ben niet trouw aan haar. Koopt mijn geld haar liefde? Of het recht om niet trouw te zijn? Natuurlijk niet. Hetzelfde gebeurt met God. Het geld koopt het recht niet om God te hebben als wij niet trouw zijn aan hem. En de tiende is een symbool van trouwheid, zoals het praktiseren van zijn woord. Het zoeken van de aanwezigheid van God. Wanneer wij hetgeen doen wat geschreven staat in de Bijbel, laten wij zien dat wij trouw aan God zijn. En dat verwacht God van ons. Dat wij trouw aan hem zijn. Maar als u, dus ik sprak over mijn vrouw. Ik stel zich voor, ik neem al het geld, ik geef het aan haar als een cadeau. Als cadeau, maar ik ben niet trouw aan haar. Dat is niet genoeg. Het is noodzakelijk dat ik trouw ben. Maar stel zich voor dat ik zeg, nee, ik hou van haar, maar wat ik heb is van mij. Ik geef niets aan haar.
Dat is ook geen liefde. Dus er moet een evenwicht bestaan. Wij kopen de aanwezigheid van God niet, maar omdat wij erkennen dat Hij onze Heer is, dan zijn wij trouw aan Hem in onze eerstelingen, in onze tienden. En wij stellen zijn woord op de proef, omdat Hij ook belooft. Ben je trouw aan mij? Geef je de tienden. Geef je de offerandes. Stel je, doe je wat ik zeg, dan kun je mijn woord op de proef stellen. Dat staat daar in Maleachi 3, 10. Stel mijn woord op de proef. Omdat ik de vensters van de hemel zal openen over jou. En zegen in overvloed over jou uitgieten. God beloofde dat. Toen God zijn volk uit de slavernij haalde. Om ze te brengen naar het beloofde land. Lees dit belofte. Zo interessant. Deuteronomium 8. Het vijfde boek van de Bijbel. Deuteronomium 8. 8 vers 7. Dus Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 7. Daar zegt God door de mond van Mozes. Want de Heere uw God brengt u in een goed land. Een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen. Weet u die bron van Gideon? Dat was een van die bronnen. God had het volk gebracht naar een land waar er bronnen van wateren en beken, op in de dalen en op de bergen ontspringen tot vandaag. Een goed land. God bracht zijn volk niet naar een arm land. God bracht zijn volk naar een goed land, voorspoedig, omdat God plezier heeft in het feit dat zijn volk gelukkig is. Dat wil God voor u, dat u gelukkig bent. Wij gaan bidden in het voordeel van de offerende gevers, van de tiende gevers. Wij gaan bidden en aan God vragen om dit land, Nederland, te zegenen. En aan God vragen om uw bescherming. Sluit uw ogen. Onze Heer en onze Vader. Zegen uw volk, uw dienaren, elke pastor, hun familie. Ook de helpers, de helpsters, de groepen, de leden van groepen, evangelisten enzovoorts. In de kerk, de jongeren, de leden van groep Caleb, alle mensen. De nieuwe mensen die onze diensten volgen online, die nieuw zijn in de kerk of die de kerk volgen op het internet. Zegen hun. Zegen de offerande gevers, de trouwe tiende gevers. Open de vensters van de hemel over hun. En laat hun leven gezegend worden. Omdat het zo duidelijk staat in uw woord. Dat uw volk brengt naar het land dat bronnen heeft. Mijn God, zegen dit land. Wij bidden voor Nederland. Voor allen. De koning. En zijn familie, de ministers, de regering. Geef hun begeleiding, ideeën, intelligentie. Ik bedoel, zij zijn natuurlijk intelligente mensen, maar geef hun uw wijsheid, zodat zij de juiste keuzes maken, die invloed zullen hebben over 17 miljoen mensen. Dus ik vraag u om hun te zegenen. En zegen elke persoon, de zorgverleners, de hulpverleners, de arbeiders, de werknemers, de werkgevers, de bedrijven. Zegen dit land.
Laat uw engelen om ons heen staan om ons te beschermen tegen al het kwaad. In de naam van de Heer Jezus, de Heer die Vader, Zoon en Heilige Geest is. Wordt u gezegend, beste vriend, u en uw familie. In de naam van Jezus Christus. Amen. En God zij dank. Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting, van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.